Het zal ongeveer een half uur tot drie kwartier duren, afhankelijk van de vragen die ik dadelijk nog een keer krijg. Dit is mijn liefdadige assistent. Ja. Ja, staat aan? Staat hier? Goed, ik zei dan op de bus even een kleine presentatie van de aanloop naar D-Day. We hadden nu de strijdende partijen, wie zat erin, wie had daar de legerleiding in. Wat konden we allemaal bij kijken, wie heeft het plan D-Day eigenlijk bedacht. Eigenlijk allemaal een stukje achtergrondinformatie voor de komende dagen. Dat wij met jullie het veld ingaan. En dat jullie wat meer background information hebben. Zodat sommige punten wat duidelijker wordt en wat helderder is. We kennen jullie al, Lenny Frenken. Ik ben van tourguide, ben ik van beroep. Dus nog een oude presentatie. Maar inmiddels maak ik er 11 jaar van gemaakt, maar van 2,5 jaar fulltime. Het begon voor mij allemaal met Operation Market Garden. Ik moest voor mijn kapitein een attest gaan schrijven over de troepenverplaatsing tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ik had het heel mooi in theorie opgesteld, 12 pagina's dik. Vond hij heel leuk, maar niet leuk genoeg. Ik moest ook nog in de praktijk. Nou, dan weet je er wel op zo'n militaire basis een stafkaart erbij, routes erbij tekenen, aanvalsformaties erin weg tekenen. Heel leuk om te doen, mannen meegenomen. Nou, dan ga ik van de ene kopie op de andere kopie en voordat je weet gaat van kazerne naar kazerne. En ik vond het eigenlijk wel zo leuk om te doen dat ik het ook heel lang voor Defensie heb gedaan. Ik werk nog steeds voor Defensie. Met de Verbus Tools is een van mijn grootste opdrachtgevers. En daarnaast komt Defensie. Dus met die mannen zit ik geregeld 8 tot 10 keer per jaar. Ben ik hier om de man hier te vinden of een bestonje te vinden. Je gaat je eigenlijk inlezen op van alles en nog wat van Operation Market Garden. Dan krijg je aan sluitende battles krijg je erbij. Na Market Garden krijg je eigenlijk is het tegelijkertijd. Krijg je slag om de huurtgewand. Heel onbekende slagversommingen. Vervolgens krijg je de grootste, Battle of the Bulge. Die is ook weer heel erg bekend bij de mensen. Dat is eigenlijk ook wel de reden dat huurtgewald battle echt in het vergetenheid is geraakt door die grote slag rondom Bastogne. Normandië was voor mij sowieso altijd een kennisgebied voor mij. En dan ga je verder uitbreiden. De Holocaust is er uiteindelijk bijgekomen. Ik ben voor Auschwitz ben ik de enige Nederlandse gids die bevoegd is om daar zelfstandig rond te mogen gidsen. Weliswaar in het bijzijn van een plaatselijke gids. Ik heb geprobeerd om de licentie van Auschwitz Museum te bemachtigen. Alleen de examens daar zijn in de Pools. En mijn Pools is net zo goed als mijn Chinees, niet. En ze weigeren ook om in het Engels om te zetten. Dus ja, op deze manier heb ik een beetje mondeling examen afgelegd. En ben ik de enige Nederlandse gids die bevoegd is om daar rond te mogen gidsen. Aangesloten bij de Guild of Battlefield Guys in Engeland. Dat is een organisatie in Engeland. Zij richten zich erop om gespecialiseerde gidsen op de bodem neer te zetten. En het varieert, of het gaat eigenlijk heel uitgebreid. Het is niet zozeer dat je je vakgebied machtig bent, maar ook dat je weet wat je moet doen op een tour of tijdens een tour. Hoe ga je presenteren? Waar moet ik rekening mee houden op het moment dat ik een tour ga uitschrijven? Wat moet ik doen als je erachter komt dat iemand drugs aan het veranderen is tijdens je reis? Of wat moet je doen op het moment dat iemand komt overlijden?
Dat soort dingen die worden jou allemaal bij het Gidsengilde aangeleerd. Op dit moment heb ik daar de membership badge van. Voordat je de volwaardige badge hebt, dan moet je 9 zware attesten afleggen. Die attesten die worden gegeven en afgenomen door geschiedeniskundige professoren. Dus het is niet zomaar een badge die je 1, 2, 3 even in je schoot krijgt geworpen. Ik mag er nog 7 van doen. Voordat ik de volwaardige badge heb. Het is 3 maal praktijk en 6 maal theoretisch. Dus daar heb ik nog even een zware dobber aan. Liberation Road Europe is een organisatie die vooral zeer actief is in Nederland. Daar begon het ook ooit. Dat begon het als Liberation Road, onze bevrijdingsroute van Nederland. Vervolgens zijn we het gaan uitbreiden naar Europees gebied. Want natuurlijk begint de bevrijding van Europa niet in Nederland. We begonnen in Frankrijk en Italië. Liberation Road Europe zet zich vooral in om dus die bevrijdingsroutes vanaf Italië tot en met Berlijn kenbaar te maken. Ik heb vorig jaar heb ik samen met de directeur van Liberation Road Europe heb ik de gehele invasiestranden afgelopen in 3 dagen tijd. Hebben wij 80 kilometer afgelegd. Dat was een hele bijzondere ervaring. Road to Liberation heet het ook. En daar komt straks ook een wandelboek vanuit. Wij hebben op voorhand hebben wij die route bewandeld om te kijken van ja, waar moeten nog dingen aangepast worden om er een geschikte wandelroute van te maken. Ik heb echt de meest schitterende plekken gezien, het bunkercomplex gezien waar ik zelf het bestaan niet eens vanaf wist. Zelfs de directeur was niet eens het bestaan ervan. Dus best wel een mooie innoverende dagen gehad afgelopen juni. Etowa is eigenlijk de laatste waar ik zo'n beetje member van ben geworden. Zij zorgen er ook weer voor dat bepaalde landen vragen om die beruchte kaart, dat jij een gekwalificeerd gids bent. Nou, België is er een van, Frankrijk is er een van, Polen, Tsjechië, allemaal de landen waar ik in actief ben, moet ik deze pas hebben, moet ik hem ook zichtbaar hebben hangen op het moment dat ik uit de bus stap. Of ergens rondloop met Julius Groep. Het is heel leuk dat de reisleiding, in dit geval Stephanie, zij is ook verantwoordelijk voor jullie. Maar die verantwoordelijkheid die houdt bij haar op het moment dat jullie uit de bus stappen. En mee zijn op het, in de velden, zeg maar. Ja, en op het moment dat wij hier in het hotel aankomen, ja, dan valt voor mij last van mijn schouders. Dan gaat alles weer terug naar Stephanie. Eén keer gehad, hier in de Mandië, kreeg ik een aanvraag voor een groep Japanners rond te leiden hier. 5 dagen Japanners, net als jullie, alleen al 50 man. Heel leuk, dag 1, kom op mijn punt aan, ik stap uit de bus, roep ze bij me, begint te vertellen, poef, weg waren die Japanners. Overal foto's maken en we terug de bussen. Ja, prima. Volgende punt, ik stap weer uit, weer hetzelfde verhaal en daarna heb ik gezegd van toedeledokie. Maar ja, dat zijn Japanners die wel een vlaggetje hebben. Dat geeft vlaggetje bij. Vlaggetjes, dat doe ik sowieso niet. Ja, dat vind ik zo interessant. Als ik dan af en toe zie hoe gidsen erbij lopen met een hand, continu omhoog erbij lopen of met zijn vlaggetje erbij, dan denk ik van, nou, moet ik wel zorgen dat je groep lekker bij je blijft. Blijf je groep niet bij je, dan ligt de fout bij jezelf en niet bij de groep. Want dan ben jij gewoon niet interessant genoeg omdat de groep zich gaat versplinteren. Ook dat zijn weer van die dingen die worden hier bij het Gidsengilde in Engeland aangeleerd. Verder. Ja, mijn tijd zit erop. Dat is ook altijd zo leuk. Met het Gidsengilde, dan moet je een spreekbeurt geven. Een spreekbeurt mag niet langer dan 20 minuten duren. Je mag 1 minuut ervoor stoppen en 1 minuut erna stoppen. Ik ben al 2 keer gezakt. wij hebben 42-45. Voor ons Nederland is het 40-45. Ja, we kijken naar de Polen en de Duitsers zelf, dan staat het allemaal in 39. Bij ons stopt het in mei 45. Elders binnen Europa is het augustus, september 45. September 45 is sowieso
de laatste dag geweest, wat Japanners ook hebben gezegd van, nu is het afgelopen. Nou, wanneer begon de Tweede Wereldoorlog? Ik denk dat dat wel algemeen bekend is. Wie is daarmee begonnen? Ja, dat is ook een hele grote hamvraag. Want we leggen altijd wel de schuld bij de Duitsers neer. Maar dat is niet helemaal waar. Inderdaad, ik hoorde maar van Engeland. Wie zijn? Ja, Engeland, Frankrijk. Zij zijn eigenlijk de oorlog begonnen, de Derde Wereldoorlog. Dus Engeland en Frankrijk zich er buiten hadden gehouden. En niks had ik gezegd over de inval op Polen. Ja, dan had anders echt kunnen lopen. Is dat eigenlijk niet de inval op Polen dat begin geweest? Sorry? Is dat niet de inval op Polen? Dat was dus de aanleiding tot WW2. Ja, zijn binnenval in Polen op 3 september 1939, dat is de aanleiding geweest tot. Ja, volgende landen aangeven dat was de Polen. Maar wereldoorlog inderdaad, was op dat moment een landenoorlog. Klopt. Je hebt inderdaad Duitsland tegen Polen. Nou, Rusland krijgt ook nog zijn gedeelte mee van een stuk Polen. En dan krijg je dus landenstrijd. Ja, en dan uiteindelijk dan gaat hij nog uitbreiden. Want hij wil Nederland hebben, België hebben, Frankrijk hebben. Anyway, de rest van Europa hebben. Ja, en dan gaat Engeland en Frankrijk op diezelfde dag, 3 september 1939, verklaren Engeland en Frankrijk de oorlog aan Nazi-Duitsland. Dus ja, dan ga je praten over de wereldoorlog. Maar als je dat anders, aankijkt, ik bedoel, het is een resultaat van de Eerste Wereldoorlog. En Duitsland heeft daar toch natuurlijk zo in de hoek gedreven, ja. Omdat ze zoveel straf kregen als een mooie punt. Ja, en wil je echt de aanleiding tot WW2 leren kennen, dan moet je eerst echt gaan verdiepen in de Eerste Wereldoorlog. Ja, ja, de start daarvan, of het einde en de start, de aanzet na WW2. Ja. Pas dan zul je ook echt begrijpen waarom WW2 is opgekomen. Precies. Nou, wie waren de bondgenoten? Daar gaan we het ook even een stukje over hebben. Nou, dan krijgen we op 3 september 1939. Hitler valt Polen binnen, of Hitler, Nazi-Duitsland valt Polen binnen. En dan gaat onze blitzkrieg. En dan hebben we drie varianten hebben daarvan. We hebben de strategische overval. Dus gewoon op strategische wijze een stad binnenkomen. Denk even naar Rotterdam bijvoorbeeld, met de pacifisten naar beneden toe. Dan praten we gewoon over een strategische overval. Nou ja, je zit al ergens ver van de landsgrens af, daar heb je een stad in landen, dus de rest komt gewoon op een gegeven moment binnengewalst. Dan heb ik gemechaniseerd. Dat is vooral wat in Polen is gebeurd. En met een grote legermacht aan tanks en voertuigen in één keer het land binnenstormen. Dan ook moet ik zeggen, als je de materiaalverhouding gaat vergelijken tussen Polen en Duitsland, pet je af voor die Polen dat ze toch nog 2 weken hebben volgehouden tegen de Duitse bezetter. En dan hebben we de blitzkrieg. In de eigenlijke zin, de ware blitzkrieg. Het lijkt een beetje pokerspellen. En dat is wat ze in Den Haag hebben gedaan. Als je je nu niet overgeeft, dan komen we met zo'n grote macht aan, dat er enorm veel burgerslachtoffers zullen vallen. Waarop Den Haag toen heeft gezegd, oké, we geven het over. Gewoon een beetje pokerfeest ervan maken. Hebben ze bij diverse landen hebben ze dat gedaan. Zwitserland was er een van die zei wel bijvoorbeeld, daar willen wij niks mee te maken hebben. Ja, de landsverdeling. Je ziet wel een aantal neutrale landen, in dit geval Zwitserland, een stuk Spanje. Noord-Spanje moet ik wel bij zeggen, daar zaten een aantal fanatiekelingen die toch richting Nazi-Duitsland trokken. Ierland was lekker neutraal, Zweden was neutraal. Turkije, behalve de westelijke gedeelte van Turkije. En er zaten een paar van die bergturken die ook alweer richting Nazi-Duitsland kozen. Nou, dan heb je de pact tussen Duitsland en Rusland. Wij vallen Polen binnen. Jullie krijgen ook een stukje Polen. Ja, als je kijkt wat Polen tegenwoordig nog in bezit heeft van wat ze daadwerkelijk hadden van voor de Tweede Wereldoorlog, dat is nu een gigantisch stuk kleiner dan wat zij daarvoor hadden. Ik krijg geen zin in.
Ja, 44 kwam de verandering. Nou, niet helemaal in 44, maar toen begon echt de verandering eraan te komen. 19 landen van de hele wereld vormden zich samen tot één groot leger. Dat zijn eigenlijk de vijf vlakken van de landen waaronder werd gevochten. Heel vaak wordt geroepen, ja maar dat was alleen maar Engeland en ja maar dat was alleen Amerika. Ja, als je sommige boeken moet geloven was het alleen maar Amerika. Dat is absoluut niet zo. Degenen die ermee begonnen zijn natuurlijk de stap van de derde wereldoorlog, of de tweede wereldoorlog. Laten we godsnaam hopen dat de derde nooit niet komt. Tweede wereldoorlog. Ik zei het net al, het Verenigd Koninkrijk samen met Frankrijk, zij geven uiteindelijk de doorslag. Nou, Canada staat ertussen. Canada valt onder de gemene bestlanden van Engeland. Dus de gemene bestlanden van Engeland. Dat zijn Canada, dus Australië, dus Nieuw-Zeeland. Vervolgens krijg je de Polen. En de Polen, voor de inval op 3 september 1939, zijn best wel wat Polen die zijn gevlucht. En die zijn allemaal gevlucht richting Engeland. En van daaruit is ook het First Polish Armed Division opgestart, onder leiding van Maciek. Ik weet niet of er hier iemand is uit Breda. Ja. Kijk, nou, prima. Maciek heeft bijvoorbeeld samen met zijn leger Breda bevrijd. De Polen trokken ook samen op met de Nederlanders en met de Belgen. Grote delen van Zuid-Nederland, voornamelijk Zeeland, Brabant, die zijn bevrijd door de Polen. Daar houdt het eigenlijk ook wel een beetje op voor de hygiënebrigade. Was het zo'n hele grote macht al, die Polen? De Polen was een relatief grote macht. Het was niet enorm, maar het was groot genoeg om er 3-4 divisies van te maken waar ongeveer 2000 man in zaten. Dat verbaast me wel, Polen was bezet. Ja, allemaal gelukkig. Klopt. En dan stond dat was ook Polen. Maar ik denk, ja, eindelijk bezet is, ja. Ja, een heel mooi verhaal. Dat is nu, ik denk 3 jaar geleden alweer bijna. Was met ons mee op tour, Stanislav. Superleuke jongeren, by the way, en heel veel, zo goed en zo kwaad als ik kon, gesprekken mee gehad. En we waren op weg naar de man hier toe en op een gegeven moment komt hij naar me toe. Ja, zeg ik heb hier een mapje, lees dat maar eens door. Nou, maar het ging over een Poolse man en een soldijnboekje en alles zat erin. En dat was een hele route die hij had gemaakt vanaf de man hier tot en met de Bremerhaven. En doorgelezen, super interessant. Kom terug, ik geef het boekje. Ik zeg, super interessant. Ik zeg, hier hou ik van. Ja, zeg je, maar weet je wie dat is? Ik zeg, nee, ik heb geen flauw idee. Ik zeg, graag een kop gaan staan, zelf was het. Ja, zegt hij, dat was mijn opa. Oké. Okay. En toen kreeg de tour natuurlijk voor mij een totaal andere wending. Want zijn opa had ook gediend in de omgeving van Mondelmel. Waar dus die grote tankslagen hebben plaatsgevonden bij de Flesse Pocket. Daar zouden wij ook naartoe gaan op dag 5. Dus dat kreeg voor mij allemaal een hele aparte wending. Maar daar stond dus ook in hoe hij Polen is ontvlucht net voor de start van de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat was dus eigenlijk een route die ging van Polen naar Italië. Van Italië gingen ze naar Noord-Afrika, waar op dat moment Rommel en onze grote vriend Montgomery samen in strijden waren. En dan gingen ze van Noord-Afrika gingen ze naar Engeland toe. En zo is het overgrote deel van de Polen, die vroegtijdig of voortijdig Polen zijn ontvlucht, naar Engeland toe gevlucht. Om van daaruit weer een nieuw leger op te starten. Dus het was voor mij best wel bijzonder dat die jongen mee was en alle gegevens mee had. Ik ben er steeds mee in contact met hem, dus wel heel bijzonder. Ja, dan eigenlijk de allergrootste die uiteindelijk ook de complete leiding heeft gekregen, Amerika. Kan iemand mij vertellen wanneer Amerika erbij betrokken werd? September. Nee. 43. Pearl Harbor, Midway. Ja. Kennen we de datum? 7 december. 7 december 41. Op dat moment komt Yamamoto met de volledige Japanse vloot richting Hawaii. De vliegtuigen die gaan van de vliegtuigschepen af. In de vroege ochtenduren dan vindt er een grote aanval plaats op Pearl Harbor. De Amerikanen wisten nog van niks.
Ze lagen nog allemaal in een kooi. Voordat ze westen waren, zij volop in gevechten. Yamamoto, de grote Japanse generaal, die wist het ook. Een van zijn onderdanen die zei op het eind van de strijd van... Ja, nu is het begonnen, nu gaan wij deze oorlog winnen. Waarop Yamamoto zei, nee, dit gaan wij niet winnen. We hebben ze juist slapende reus wakker gemaakt. Nou, dat bleek ook echt wel zo te zijn uiteindelijk. Nou ja, dan de voorbereidingen. Ja, we moeten ergens beginnen. Maar zonder materialen beginnen we natuurlijk helemaal niks. Dus wat hebben we nodig? Ja, duizenden tanks. Dat kun je een beetje vergelijken met een idee wat je met je maatje, met je vriendinnen, in de kroeg op een bierveld schrijft. Ja, wat hebben we nodig? Ja, duizenden vliegtuigen, duizenden tanks, duizenden jeeps, duizenden trucks. Hoeveel precies? Ja, dat gaan we straks wel eens een keer bedenken. Ja, duizenden soldaten. Ja, waar haal je die vandaan? Dit zijn jongens van de Airborne Troopers. Vooral deze jongens, 101st Airborne Division. Allemaal vrijwilligers. Het parachutistenregiment in Amerika was volledig nieuw. Want de eerste parachutisten die werden door de Duitsers zelf gedropt. En als je ziet hoe die Duitsers uit de vliegtuigen sprongen... Zo durf ik niet uit het vliegtuig te springen. Deze beste man was gewoon een leraar. Deze beste man was gewoon een schoenmaker. Waarom gaven zij zich wel op voor het leger? Waarom gaven zij zich op om te gaan vechten ergens op de wereld van een land dat ze nog niet hadden gehoord? Omdat het vrijwillig was. Sorry? Omdat het vrijwillig was. Het was vrijwillig, ja oké. Maar waarom zou je vrijwillig gaan opgeven om oorlog te voeren tegen een ander land? Avontuur. Avontuur, trots. Ja, want oude ja, ook, ze kregen meer. Ze kregen meer betaald. Deze mannen, die kwamen allemaal uit het zuiden, althans zoveel mogelijk, kwamen uit het zuiden van Amerika. Daar heb je de boerenleven, de hillbillies, daar komen van vallen. Wat hebben we daar? Ja, drie keer niks. Wat krijg ik als ik binnen, even kort gezegd, defensie ga? Ik krijg eten, ik krijg warme kleding, ik heb een dak boven mijn hoofd en ik krijg geld. En ik krijg een opleiding. Vijf dingen. Die beste mannen, dus die veel, maar toen de tijd was het wel heel veel geld, ze kregen $2,500 per dag. Kwamen die mannen te overlijden, dan kreeg de familie $10,000. En $10,000 in die tijd was enorm veel geld. Deze jongens kregen $2,500 per dag, maar die kregen per vliegbeurt in zo'n kist, kregen ze $100 extra. Waarom? Deze dingen, de doodskist, de luchtruim genoemd. Je hebt een vliegtuig zonder motor, je hebt een vliegtuig zonder wielen, en je hebt een vliegtuig zonder rem. Ja. De eerste rem die je hebt is een ski die zo hard mogelijk in de grond probeert te trappen. Ja, van de 100 vluchten, dan gingen er minimaal 40 van fout. Waarvan dus een bemanning van 12 voor de helft sneuvelde. Daarom gaven die mannen zich vrijwillig op. Voornamelijk om het geld. Nou, hier zien we de gliders de lucht in gaan, in dit geval met een bommenwerper. C-47 Dakota, daar gaan jullie deze week nog mee vliegen. Voor degene die vliegangst heeft, jammer dan. Die gliders, dit is een Waco glider, een Amerikaanse glider. Jullie krijgen deze week allebei de type gliders nog te zien. Zowel de Amerikaanse als de Engelse. Voor de Engelse is het de Horsa glider, en voor de Amerikaanse de Waco glider. Grote verschil is, van de Amerikaanse gliders, die zijn vierkant, een stuk korter, en de Engelse, die zijn rond een behoorlijk stuk langer. Er gaat ook twee keer zoveel personeel in en materieel. Het testen van die gliders, welk vliegtuig nu
het meest geschikt was daarvoor. Dat varieerde van gewoon de simpele Spitfire tot met de B-17 bommenwerpers. Ja, en uiteindelijk als je toch op troepen gaat plaatsen, of gaat droppen met die C-47, ja, hoe makkelijk is het dan om nog even die glider erachteraan te hangen met 12 man extra erin en materieel. En met zo'n glider, dat past gewoon een Willy G in. Ja, dat past antitankmaterieel past erin. Als we op het eind van de week in het Pegasus Museum komen, dan zul je ook zien, er staat op een gegeven moment zo'n weegschaaldiagram om dus te bekijken van hoeveel en waar moet het allemaal komen. Je werd persoonlijk werd je gewogen. Je kreeg persoonlijk een stoelnummer binnen die glider. Ja, en waakte het ook niet om van stoel 3 naar stoel 1 toe te gaan, want dat kon al finesse zijn voor die hele glider. Maar ik vraag, tuurlijk. In voorbereiding van die landing, hè? En dan heb ik dat materiaal in de verkeerde verstopt. Ga ik het dadelijk over hebben? Ja. Wat een beetje voor. Ga ik het dadelijk over hebben? Die idee, ja, 6 juni 1944, alom wel bekend, hoop ik. Meest bekende foto's van in dit geval Omaha Beach. En richting eind Omaha Beach, richting Point de Hoek. Foto's zijn gemaakt door Robert Kappa, de meest bekende WW2 fotograaf toen dat tijd. Robert Kappa, morgen als we naar Bilieu toe gaan. Robert Kappa is tijdens de Vietnamoorlog is hij op een antipersoneelsmijn gestapt. Is in Hanoi in het ziekenhuis aan zijn verwonding overleden. Maar in Bilieu, achter de grote begraafplaats, militaire begraafplaats, daar hebben ze een memorial garden opgezet voor alle war-correspondents van WW2 tot met heden ten dagen. En daar heeft Robert Kappa ook zijn memorial stone staan. Onze eigen Stan Storiemans, die staat daar ook op de muur. En dan zie je gewoon per jaartallen hoeveel war-correspondenten er om het leven zijn gekomen. Die mannen die gingen als het ware zonder wapen, misschien gingen zij gewoon foto's maken. Robert Kappa, een van de meest bekende. Gaan we googlen, tik zijn naam in. Kappa met een C. Ik kom hele bijzondere foto's tegen. 4 jaar geleden, als ik het goed heb, hebben ze nog 3 fotorolletjes teruggevonden van Robert Kappa. Alleen de beste man die de fotorolletjes zou ontwikkelen, gebruikte de verkeerde chemicaliën. En van de 3 fotorolletjes zijn er 2 vernietigd. Heel, heel zonde, maar waarschijnlijk, want daar is beeldmateriaal opgeslagen, wat wij nog nooit eerder hadden gezien. Gaan we eens een keer googlen als je thuis bent. Ja, iedere militaire missie heeft een benaming. Ja, voor die idee was dit Operation Overlord. Nou, de strijdende partijen. In eerste instantie alleen Nazi-Duitsland. Vervolgens gaat Italië een pact aan samen met Nazi-Duitsland. En dan uiteindelijk komt Japan, die komt er ook nog eens een keer bij. Want Japan die wilde ook een groot keizerlijke rijk hebben. Spanje en Franco, liepen niet tegelijkertijd? Ja, dat liep tegelijkertijd, maar dat is dusdanig klein dat het niet benoemd kan worden tot de grote. Frankrijk, Spanje ook wel vrij. Die heeft niet meegedaan met NATO. Nee, ze zijn niet officieel allied geweest van vanuit Duitsland. Hetzelfde heb je bijvoorbeeld bij Oekraïne. Zij hebben ook wel, vooral de bergmensen, die hebben meegedaan met de Nazi Duitsland partij. Maar het land zelf wordt er niet toe berekend. Roemenië, idem. Ja, daar had je ook de bergmensen die vooral weer meededen. Maar het land op zich niet. Turkije ook, of niet? Turkije heb je westelijke gedeelte. Ook daar had je weer groeperingen, zal ik het maar even benoemen. Ja. Die zich daar wel weer bij aansloten. Maar het land zelf niet. Kijk, voor Nederland bijvoorbeeld. Nederland deed ook niet mee, maar wij hadden wel de Nederlandse SS-divisie. Ja. Wat alleen maar een Nederlandse mannen bestond. Maar het land zelf wordt daarin niet benoemd. Nou ja, de starters Engeland, Frankrijk, Canada en dan Amerika. Dat is de oude Canadese vlag en hier zie je dan ook Canada, de gemeente Westlanders. Maar in eerste deel had je Australië ook niet.
heel sterk bij. Ja. En in de Tweede Wereldoorlog niet. Ook. Maar dat vooral als vlieginiers. Ah, oké. Okay. Ja. Australië, Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland zat wel meer richting de Filipijnen en dergelijke. Ja, maar je had ook Nieuw-Zeelanders die in Engeland op het vliegtuig zaten. Ja. Denk aan de Engelandvaders, de Nederlandse Engelandvaders. Zij kwamen dan ook bij Engelse squadrons. Maar dit lijstje heb je Polen niet bij staan. Ik heb hier geen Polen bij staan. En toen wij dat net wel. Ja, dat net wel. Maar dat waren voornamelijk de landen die mee hebben gedaan aan de leidinggevende landen tijdens de invasie. Nou, de machthebbers zelf. Gaan we even kijken naar de commandant en de leiders. Amerika. Dwight Eisenhower. Dwight is trouwens niet zijn eerste voornaam. Zijn tweede voornaam. Dat was zijn tweede naam, maar uiteindelijk hebben ze hem toch gewoon Dwight als eerste voornaam gekregen. Dan onze grote vriend Monty. En dan hebben we Admiral Ramsey. Ike had de legerleiding over alles. Monty had vooral de legerleiding over de aanvallende troepen. Ramsey had de leiding over de vloot. En dan heb je Malloy. Lee Malloy, hij was verantwoordelijk voor alles wat kon vliegen. Zeg maar eigenlijk alles wat vleugels had, stond onder zijn leiding. De Duitse zijde, Van Roenstedt, hebben we vanmiddag al gehoord in het film. Hij had de leiding over de Atlantische kust. Voor Normandië. Friedrich Dolman. Hij was verantwoordelijk voor het stukje sector Amerikaans, alle bunkercomplexen, alle luchtverdediging. Daar was hij verantwoordelijk voor. Verhoenstad zondag voor boven Dolman. Verhoenstad heeft als bijnaam de priester. En dat had er altijd mee te maken dat alle officieren werden helemaal officieren en onderofficieren, die werden helemaal gek van Verhoenstad. Want voordat ze eindelijk mochten gaan eten, was het eten koud, omdat hij continu een preek was gegeven voor een half uur, voordat ze mochten gaan eten. Rommel, onze woestijnvos, gewond geraakt in Noord-Afrika, uiteindelijk teruggekomen naar Europa, heeft de legerleiding gekregen over de gehele Atlantic Bowl, dus dat betekent van Noorwegen tot en met het noordelijke puntje van Spanje. En dan hebben we Paul Hauser. Paul Hauser werd de opvolger van Dolman. Dolman die heeft zich twee dagen na de invasie heeft zich van het leven beroofd. Anderen zeggen ook weer nee, hij is vermoord. Hoe dat verhaal precies zit, weten we nog steeds niet. Maar Hauser mocht vervolgens Dolman gaan opleiden of gaan opvolgen. Ja, het plan zelf, dat voorzien je niet zomaar. Daar was steeds een knappe kop voor. Frederik Edward Morgan. Hij heeft samen met vier anderen, waaronder Monty en Eisenhower, hebben zij in januari 1942, zijn zij al begonnen met het bedenken van plan Operation Overlord. Waar gaan we het inzetten? Hoe gaan we het doen? Wanneer gaan we het doen? Wat hebben we nodig? Dat mocht deze man allemaal gaan bedenken. Er werd van alles uit de kast gehaald. In Engeland werden complete wedstrijden opgegeven. Stuur je mooiste en beste vakantiefoto in van Frankrijk die je hebt. En als jij de mooiste hebt, win je een kilo of je wint een litertje melk. Allemaal informatie verzamelen. Hoe ziet dat landschap eruit? Wat kan ik verwachten? Duikers die bij nacht naar de kust kwamen van Normandië om te kijken hoe is de bodem gesteld. Nu, als je er nu loopt, allemaal zand. Dat was toen niet, dat was allemaal kiezel. Die kiezel die hebben ze allemaal door de jaren weggehaald. Ook voor de aanleg van de vliegvelden die hier over heel veel van die Normandië verspreid lagen. Dus ja, als je toch van de week loopt op die stranden, bedenk dan even dat het niet zo'n mooie stevige bodem is, maar dat het gewoon losse, grove kiezel was. Als we op Pikkelvielse Meer staan, dan zie je dus allemaal die steentjes bijvoorbeeld liggen, zoals op het strand. Daarbij lag. Maar deze beste man die mocht het allemaal gaan verzinnen. Honderdduizenden reconvertors zijn er uitgevoerd over heel de Normandië. En niet zozeer over één specifieke plek, nee, over heel de Normandië. En van iedere plek werden twee foto's gemaakt. Met een meter verschil. En door die twee foto's met een meter verschil over elkaar heen te leggen en een duplex brilletje te nemen, daarover op heen zetten, kon je dus
een 2D-effect creëren. En dan kon je dus zien waar hoogtes in zaten in het landschap. Heel interessant om te zien, als je ooit een keer naar Oosterbeek gaat, naar Zeeuwen-Hartenstein, daar hebben ze zo'n situatie nagebouwd. Dus super interessant om te zien. Maar Edwin Morgan, ja, hij was degene die dus allemaal moest gaan bedenken. Wat gaan we doen? Die 6 juni, is dat de officiële startdatum? Was dat eigenlijk de geplande datum? Nee, het was een maand eerder. Nee, het was eigenlijk 5 juli. Want weer was zo ontzettend slecht, ja, dat je heeft gezegd, ja, ik geef 24 uur uitstel. Officieel stond hij gepland op 1 mei. Dat was de officiële planningsdatum. Maar er waren nog dingen niet gereed. Voertuigen waren niet gereed. Voertuigen moesten uit hun camouflagevelden meegenomen worden. Of weer opgehaald. Die fabrieken in Engeland, wat de tanks maakten, wat de vliegtuigen maakten. De voertuigen, noem maar allemaal op. Alles werd in de bossen van Engeland gestopt. In Engeland zag je in een keer complete havens zag je verdwijnen op een landkaart. Of met luchtfoto's. En dan lagen in een keer allemaal schepen met camouflagenetten eroverheen. Het is de Duitsers nooit niet opgevallen. Tanks, er werden gewoon duizenden tanks in de bossen gestopt. Waarom in de bossen? Ja, dan kan er wel een Recon-vliegtuig overheen vliegen van de Duitsers. Maar bos zit vol met bladeren, er staat een groene tank onder, zie je hem dan op de foto terug? Nee, zeker niet met de kwaliteit van toen. Mijn juni net voorjaar, vol water. Sorry? Mijn juni net voorjaar, vol water. Ja, ja. Als je daar de camouflage net nog overheen gaat leggen, dan wil ik het nog wel geloven. Maar we moeten niet vergeten, we zijn een beetje heel de dag ook verwend met de technieken. We hebben 10, 15 megapixel, 20 megapixel camera's, zoomlensen, alle jokvertellingen, noem maar allemaal op. Toen de tijd hadden we een Agfa-kogeltje 100 en leek alles bijna hetzelfde op een foto. Maar, grotendeels, ja, beschut. Nou, de invasies van, ik mag hopen dat jullie op het eind van de week alle 5 in de volgorde van links en rechts kunnen opnoemen. De overige landen die ik hier heb neergezet, we zien Australië, we zien Nieuw-Zeeland, we zien nog eigen kikkerlandje Nederland. Deze landen die hier staan vernoemd, of de vlakken ervan, zijn allemaal de landen die mee hebben gedaan aan het leveren van de schepen tijdens de invasie. Ook ons eigen kikkerlandje, wij hebben ook een, als ik niet vergis, een 5-tal schepen geleverd aan de invasie. De Belgen ook, de Belgen hadden helemaal niet veel meer, ze hebben er maar 3 aangeleverd. De Denen mogen we zeker niet vergeten. Rusland, ja, Rusland ook. Maar in Nederland is het bezet, ik zie Nederlandse schepen leveren. Vroegtijdig zorgen. Maar ik zie 2 keer Australië erbij staan. Sorry? Ik zag 2 keer Australië erbij staan. Nee, 1 is Australië, 1 is Nieuw-Zeeland. Oké. Even kijken, 4 juni. Half tien in de avond, uitgeef, let's go. De weerberichten zijn niet helemaal formidabel, maar ja, ik kan het niet langer uit gaan stellen. Op dat stukje kom ik later van de week, als we gaan vliegen, kom ik er ook op terug. 5 juni, de invasie, leger kiest voor de zee. 6 juni, het bombardement, 5 op 6 juni. Er worden grote stukken worden gebombardeerd langs de kustlijn. Spoorlijnen worden gebombardeerd, grote hoofdwegen worden gebombardeerd. Alles om te zorgen dat die grote hoofdmacht niet naar het strand kan komen. En dan 6 juni, om 10:30, dan vinden de luchtlandingen plaats. 19.000 paratroopers, die zetten land, of voet aan land. Dit is een kaartje waar ik had gebruikt voor defensie, dat vinden die jongens altijd leuk. Daar kunnen jullie nu niet mee vermoeien. We gaan even luisteren naar meneer Eisenhower. Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force.
You are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. In company with our brave allies and brothers in arms on other fronts, you will bring about the destruction of the German war machine, the elimination of Nazi tyranny over the oppressed peoples of Europe, and security for ourselves in a free world. Your task will not be an easy one. Your enemy is well-trained, well-equipped, and battle-hardened. He will fight savagely. But this is the year 1944. Much has happened since the Nazi triumphs of 1940-41. The United Nations have inflicted upon the Germans great defeats in open battle, man to man. Our air offensive has seriously reduced their strength in the air and their capacity to wage war on the ground. Our home front have given us an overwhelming superiority in weapons and munitions of war, and placed at our disposal great reserves of trained fighting men. The tide has turned. The free men of the world are marching together to victory. I have full confidence in your courage, devotion to duty, and skill in battle. We will accept nothing less than full victory. Good luck, and let us all beseech the blessing of Almighty God upon this great and noble undertaking. Ja, was getekend door Dwight D. Eisenhower. Dat is een brief. Die kreeg alle officieren en onderofficieren kregen die brief met het bericht om deze uit te reiken naar de manschappen toe. Ik heb het volste vertrouwen erin dat het jullie gaat lukken. Ook al is de tegenstander enorm goed getraind, zwaar bewapend. Maar ik weet zeker dat jullie het gaan redden. Later deze week, als we gaan vliegen, krijgen jullie van mij een kopie van die brief. Cool. 6 juni, 6:30 in de ochtenduren. Het zwaarste bombardement begint bij dageraad. 7 slagschepen, 23 cruisers en 103 jagers openen het vuur op de kustlijn van Normandië. Om 6:15 in de ochtend, de eerste wave die komt aan land. Want al die aanvalsgolven gingen in waven. Er zat tussen iedere wave zo ongeveer een kwartier. 20 minuten. Omaha Beach, de eerste wave die daar aan land kwam, 50% ervan niet overleefd. 6 juni, 7:45. Hé, daar zien we in één keer een heel groot tijdverschil. De Engelsen en Canadezen zetten dan pas voet aan land, 7:45. Waarom is dat? Wie zit hier in de scheepvaart? Tijdverschil. Getijdenverschil, ja, klopt. Het getijde trekt hier een diagonaal weg. Dus de Amerikaanse stranden lagen eerder bloot dan de Engelse stranden. Was dat een heel groot probleem voor die Engelsen? Nee, niet echt. Want als je kijkt naar de gebieden waar die Engelsen en Canadezen hebben bevochten, was het niet zo heel erg zwaar verdedigd als de Amerikaanse sector. We gaan eens heel even kijken wat die mannen hebben meegemaakt. Maar krachtig originele beelden allemaal. En laat jullie wel even zien van hoe dat er toen een tijd toe is gegaan. En dan moet je je voorstellen, er zijn de grote slagschepen, die zijn het vuren. Ja, de kleinere fregatjes, waar dus de manschappen op zitten, zijn allemaal aan boorden. En dan uiteindelijk dan ga je met jouw landingsvaartuigje ga je richting de kust. En die granaten, die shells, die komen maar over je heen. En dan moet je je voorstellen, als je bijvoorbeeld het hoofdgeschut hebt van de USS Nevada, wat gewoon 14 inch granaten eruit spuugde, en dan praten we dus over een gemiddelde autovelg, wat dan op je af wordt gevuurd. Die kinetische kracht die erbij vrijkomt, die is zo groot dat die mannen in die bootjes gewoon de hitte van die granaat voelden op het moment dat dat ding overkwam waaien.
Troepensterkte tijdens de invasie. Ik heb er niet al te diep op in nu. Ik zie een aantal van die tikkenbolletjes, begrijp ik helemaal. Ik ga wel even deze drie erbij pakken. Utah Beach, Omaha Beach en Point de Hoc. Ja, als je kijkt naar Utah Beach, er komen 32.000 man komen naar het land. En dan uiteindelijk heb je maar een totaal verlies. En dan komen we bij verliezen. En dan zou ik deze week de hele week gaan gebruiken verliezen. Maar wat zijn verliezen nu precies? Doden, gewonden, vermisten. Dat is de groep. Dus als jullie van de week ook boeken kopen en dan wordt gesproken over verliezen, denk dan even aan die drie. En want verliezen wil niet betekenen dat je automatisch dood bent. Point de Hoc, daar zien we in één keer wel een schrikbarend groot cijfer. Ja, en als wij daar van de week komen, dan zul je ook wel begrijpen het hoe en waarom. Je hebt hier al te maken met een hele kleine aanvalseenheid. Maar de verliezen daarvan die zijn wel enorm hoog. Duitse zijde, ja, we weten hoeveel troepen er ongeveer plus minus zo'n beetje hebben gezeten. Maar wat daar de verliezen zijn, geen idee. Ik heb wel honderden boeken in de kast staan over de manier. En ik kan ze hier alle 100 neerleggen en in alle 100 zie je andere getallen staan. Dus daar kun je helemaal niks van doen. Wat ik ook altijd doe, zeker als ik een nieuw boek krijg of als ik een nieuwe tour uitwerk, ik pak altijd drie boeken, daar haal ik de getallen uit en dan pak ik het gemiddelde van. En dan zit ik ongeveer wel een beetje safe. Dat doet nagenoeg iedere gids doet het. Ik heb er ook wel eens tegengekomen die zeiden van ja, maar er zijn 143.000 Amerikanen geland daar op Omaha Beach. Dan mag jij me vertellen waar je die gaten hebt. Maar de verliezengedeelte voor de Duitsers, ja, dat is gewoon niet meer te achterhalen. De Duitsers hebben toen nagenoeg niets meer gedocumenteerd. Bij Omaha Beach, omdat daar zelf van de Amerikaanse zijde zoveel slachtoffers zijn gevallen, zijn ze ook de Duitsers gaan bergen. En dan zijn de Duitsers en de Amerikanen, die zijn daar zo'n beetje zij aan zij begraven. Ja, vandaaruit weten we dan wel ongeveer wat daar ook de verliezen zijn geweest aan wonden en doden. Nou, totale verlies uit van de Tweede Wereldoorlog. Ik pak heel even onze twee belangrijkste eruit, dus Nederland en Nederlands-Indië. Vooral dit stukje ben ik een beetje voorzichtiger mee, want ik altijd gevoelig voor sommige mensen. Het heeft mij echt enorm veel werk, tijd en moeite gekost. Sorry. Ik had een vraag om voor. Hoe kan dat Utah zo'n laag percentage had? Ja, ik ging een beetje vooruit lopen. Waarom had Utah Beach zo'n laag percentage? Normandië, de kust van Normandië, werd verdedigd door zogenaamde kneusjesbataljons. Allemaal mannen die aan het oostfront gewond zijn geraakt geworden, werden naar het vakantieoord genoemd Normandië gestuurd. Dus iedereen die hier zat, die mankeerde wel iets. Ja, de verwondingen die ze in het oost hadden opgelopen, hier naartoe gestuurd om te kunnen herstellen. Zelfs Rommel had nooit niet verwacht dat de Amerikanen voet zouden zetten op Utah Beach. Montgomery heeft er zelfs op het allerlaatste moment op gehamerd, ik wil Utah Beach erbij hebben. Nou is het Roosevelt zijn grote geluk geweest dat hij behoorlijk is afgedreven richting het zuiden. Dus waardoor hij dus niet echt direct in de gevaarzone terecht is gekomen. En dat is de reden geweest, en als je het ook ziet, als we er van de week langs rijden, ja, het is gewoon bijna vlak en gelijk met het water. Omaha Beach heb je een hoog-laag principe. Nou, als militair zijn, dan wil je dus zo hoog mogelijk zitten, want dan heb je gewoon volledig schietveld. En als je dan laag bent, je kijkt naar boven toe, dan zie je nog maar zo'n poppetje staan. Maar als je dan vanuit 42 al bezig bent om dat te plannen, ik snap dat ze afgedreven zijn, waarom mik je dan niet als eerste op Utah Beach? Waarom vallen ze überhaupt aan in Normandië en niet ergens anders? Waarom ga je niet alles op Omaha Beach neerzetten? Waar wil jij 500.000 manschappen laten? Ja. Op een strandje van 6 kilometer breed. Dat was veel te klein. Een ander probleem wat je kunt krijgen als militair strategisch gezien, je gaat op drie fronten gaan je vechten. Je hebt een oostfront, een westfront en een noordelijk front. Dat wil je niet. Je wilt met een complete macht
één front kan creëren en dan uitbreken. Dat is de meest makkelijke positie. Omdat ze per se Sherbrooke erbij wilden gaan hebben, moest Utah Beach van Monty erbij komen. Heel even over de slachtoffers, ik heb het heel kort over houden. Nederland en Nederlands-Indië vind ik voor ons nog wel het belangrijkste. Militair gebied, voor Nederland zelf, om en bij de 8000 verlies. Burgerslachtoffers, bijna 89.000. Sorry? Een vergassing in de Polen. Nee. Dit is puur. Bij de Polen staat het er wel 1,9 miljoen. Dus van de, daar heb je dus voornamelijk het vergassen. Maar nogmaals. Het is Nederlands 8000. Het zijn 4 ton, hè? 400.000 mensen zijn vergassen geweest. Ja, dit is voornamelijk op de bodem zelf. Op landsbodem zelf. Ja. Dus eigenlijk wat burgers die om het leven zijn gekomen door militaire gevechtshandelingen. Het is niet zozeer om het verrassen, want dan zou Polen zo'n gigantisch hoger aantal moeten zijn. Als we heel even gaan kijken naar de burgerslachtoffers en de militaire slachtoffers, de grote uitbrenker, Sovjet-Unie. Je werd voorwaarts gestuurd, durfde je om te draaien, dan keek je in de loop van je eigen officier. Let wel op. Die burgerslachtoffers zijn ook nog naoorlogse slachtoffers. Hongerwinter, ziektes, geen medicijnen, noem maar op. Prisoner of war, zit er allebei mee geteld. 4 miljoen Nederlands-Indië. Ja. Sorry? 4 miljoen Nederlands-Indië. Ja, er zijn enorm veel burgerslachtoffers gemaakt. Zijn het dan Nederlanders ook of Indiërs? Dit is het volledige aantal, zowel Nederlanders als Indische burgers. Ja, de laatste, wie is er hier militair geweest? Is nog militair? Jullie bekend verhaaltje, denk ik wel. Ik ga deze week best wel wat hebben over divisies en regimenten. Als je geen militair bent geweest of militair bent, dan is dit af en toe een abracadabra verhaal van hoe steek je piramide nou in elkaar. Bovenaan de top, divisie. Alles, zoals wij hier zitten, is een divisie. Regiment kunnen we gaan onderverdelen. Regiment kunnen we gaan verdelen, of die divisie verdelen we in een regiment moet ik zeggen, in groepen. Nou, ik kan van deze groep kan ik 2 regimenten maken. Nou, dat regiment kunnen we gaan verdelen in bataljons. Dan maak ik deze groep makkelijk weer tot de helft. Dan heb ik een bataljon te pakken. En zo ga ik het trapje steeds omlaag. Nou, van bataljon ga je naar compagnieën. Ik heb hier voor het gemak ook 101e Airborne Divisie hier genomen. En dan krijgen we een platoon en dan krijgen we een squad en dan krijgen we een scout team. En dan kunnen we nog veel lager gaan. Maar dan ga ik jullie. Ik denk dat ik het voor deze week wat ik zo opneem, vooral divisie en regimenten ga benoemen. Ik heb het idee dat niet iedereen de oorlogskennis erin heeft zitten van hoe het zich hier allemaal heeft afgespeeld. Wat er tijdens de landing is gebeurd, daar komen jullie deze week achter. En ik hoop ook dat jullie op het einde van de week met ons een hele andere mindset naar huis te gaan. Nou, de laatste is een foto van Point de Hoek. Dan zie je gewoon één groot kraterveld. Wie speelt de golf? Niemand? Nou ja, als je daar gaat golven, sla je zeker weten in Holland. Ja, en als met de tour guide kan ik jullie over de geschiedenis vertellen. Maar het is uiteindelijk aan jullie om er een herinnering van te kunnen maken deze week. Die herinnering mee te nemen, te herbeleven dagelijks. En dan natuurlijk het allerbelangrijkste, remember the fallen, oftewel. Denk eraan, wie voor je vrijheid gevochten, zoals deze jongen.